Mijn naam is Corine Norma. Welkom bij Koebli TV en de Koebli Podcast. Jouw startpunt voor een betekenisvol en winstgevend online bedrijf vol vrijheid. Wil jij de wereld een stukje mooier maken met jouw kennis, jouw ervaring, jouw talenten? Dan is dit Koebli kanaal voor jou. Iedere week zenden we een nieuwe aflevering uit met inspirerende tips, delen we doses kennis en expertise en houden we interviews met topondernemers, experts, auteurs en creatievelingen. Ga naar koebli.com/updates en je ontvangt altijd de nieuwste aflevering als eerste in je mailbox. In deze aflevering geef ik je 3 tips voor een simpeler en winstgevender online bedrijf, plus een bonus tip. Blijf bij me. Koebli TV en de Koebli Podcast is powered by Koebli. Jouw instapklare online bedrijf. 3 tips voor simpeler en winstgevender online ondernemen. Al jaren werk ik met zelfstandig professionals en ondernemers in de kenniseconomie. En ze komen meestal bij mij vanwege 2 belangrijke pijnpunten. Het achterwege blijven van ondernemersvrijheid en het niet of lastig kunnen realiseren van winstgevendheid. In de vorm van gratis en betaalde online trainingen bieden wij van Koebli no-nonsense praktische informatie die doelgericht is en waarmee je direct aan de slag kunt. Daarnaast helpen we uiteraard met de digitale ondersteuning in de vorm van het instapklare online bedrijf Koebli. Zelf wilde ik in 2014 om verschillende redenen de overstap maken naar online werken. Ik wilde graag sneller geld in het laadje brengen door een website op te zetten, maar ik wilde ook flexibeler werken vanuit huis, zodat ik voldoende tijd en aandacht aan mijn 4 kinderen kon besteden. Daarom ben ik een online bedrijf gestart. En de kans is groot dat jij op zoek bent naar de meest efficiënte manier om ook online te ondernemen. Ik geef je in deze aflevering 3 belangrijke tips en een bonus tip. De eerste tip die ik je wil meegeven hangt samen met de ondernemersvrijheid die ik eerder al noemde. Heel veel ondernemers zijn geen bedrijf gestart, maar hebben een baan voor zichzelf gecreëerd. Dat wil zeggen, veel professionals verkopen offline dienstverlening waarbij de output van hun bedrijf 1-op-1 afhankelijk is van hun input. Ze zijn eigenlijk geen bedrijf gestart, maar ze realiseerden een best wel zware baan voor zichzelf. Volledig voor eigen rekening en risico. En ik geef dan ook altijd het advies, maak jezelf schaalbaar. Ga jezelf klonen. Als je een bedrijf hebt, heb je een bepaalde kostenstructuur. Je hebt een bepaalde omzet nodig. En als je uren aanbiedt met offline dienstverlening, moet je minimaal aantal uren wegzetten. Daar zit tenslotte ook je marge in. Wat dat betreft zit er nog wel een beetje speling in je marge. Je kunt je dag besteden aan 1 persoon of een groep van 30 personen. Of je gaat meedoen aan een 2-daags live event. Maar in de meeste gevallen is dat het wel qua max aan uren en max aan omzet. Dus mijn tip, geef bijvoorbeeld een training. Huur gelijk een cameraman in. Deze kan die training voor je vastleggen, ook weer bewerken en vervolgens opdelen in een aantal hoofdstukken. Kortom, je hebt dan gelijk een workshop klaar die je direct kunt aanbieden in je online winkel. Je hebt de kennis direct gedigitaliseerd. En deze kennis, tijdens die ene training die je hebt overgedragen, maak je op deze manier meer impact en genereert meer omzet. Zelfs op het moment dat jij niet aan het werk bent. En ik heb het niet over passief geld verdienen, want ook je bedrijf op deze manier inrichten is gewoon hard werken. Maar uiteindelijk levert het wel die ondernemersvrijheid op. Tip nummer 2. Focus op geld verdienen en niet op het binnenhalen van klanten. Als je online onderneemt en je verkoopt een product online, dan is een klant binnenhalen en geld verdienen niet hetzelfde. Als voorbeeld noem ik bijvoorbeeld een autodealer. Dat is dan wel geen online bedrijf, maar het voorbeeld sluit wel goed aan bij mijn punt. Bij een autobedrijf heb je aan de ene kant een showroom en aan de andere kant een werkplaats. We komen regelmatig terug in de werkplaats, als er bijvoorbeeld een lampje brandt in de auto of als er een winstcheck gedaan moet worden. Als klant vinden we deze achterkant eigenlijk niet zo interessant, maar het houdt ons wel tevreden en het neemt de angst dat de auto stuk gaat bij ons weg. Als klant voelen we ons echter wel aangetrokken tot die showroom aan de voorkant. Dat showroom gedeelte, met die opgepoetste auto's, onder de juiste verlichting en het welkomstpraatje, dat kopje koffie wat je wellicht krijgt van die aardige verkoper die er is, dat geeft ons als klant wat wij willen hebben. Aandacht. En de showroom is ingericht met slechts 1 doel, jou als bezoeker omzetten tot klant.
Op het moment dat we daadwerkelijk klant worden, dan denken we dat daar heel veel geld mee verdiend wordt. In werkelijkheid is een marge vrij klein van zo'n automobielbedrijf. Dat bedrijf moet zijn marge namelijk hebben aan de achterkant, bij de aftersales, bij de service. Voor de ondernemer is juist die achterkant dus weer heel interessant. En ik wil graag dat je als online ondernemer ook een beetje op die manier naar je online bedrijf leert kijken. Zorg dus dat je de achterdeur dicht houdt en realiseer je ook dat geld verdienen en verkopen niet hetzelfde hoeft te zijn. Dat je de voordeur open doet voor een nieuwe klant is prima, maar focus je dan ook op het dichthouden van de achterdeur. Want het is namelijk zo, als je probleem 1 voor je klant hebt opgelost, en dan heeft hij waarschijnlijk ook serieus interesse voor het oplossen van probleem 2. En als je heel druk aan de voorkant bezig bent en je alle focus legt op het binnenhalen van nieuwe klanten, bijvoorbeeld weer een nieuw blogartikel maken, weer een post delen op social media, raak je opgebrand, je raakt gefrustreerd, want je realiseert niet de winstgevendheid die je verdient en je klant verpiet het eigenlijk een beetje, maar die krijgt te weinig aandacht. Daar komt bij dat verkopen aan een bestaande klant vele malen makkelijker is dan verkopen aan een nieuwe klant, aan een koude prospect. Dus investeer in de relatie met de klant, hou de achterdeur dicht en dan is winstgevendheid het resultaat. Mijn tip nummer 3. Bied je bezoeker iets aan van waarde in ruil voor een e-mailadres. Deze derde tip die ik je mee wil geven heeft te maken met je website, je online bedrijf. Zorg dat het geld voor je oplevert in plaats van dat het alleen een opgepoetste, digitale en dure brochure is. Bijna iedereen heeft te veel doelen aan zijn website hangen, waardoor de bezoeker last krijgt van een soort keuzestress. En bij keuzestress haakt hij af. Een website heeft een 3-30-3 regel. De eerste 3 staat voor het aantal seconden dat jij hebt om indruk te maken. En ja, dat zijn slechts 3 seconden. De eerste indruk is vaak een kwestie van gevoel, waardoor het al snel een vormgevingsdingetje wordt. De look en feel van je website is dus een belangrijk onderdeel en moet ook professioneel ingericht zijn. Want als de eerste indruk niet goed is, haakt je bezoeker af en komt nooit meer terug. Vervolgens heb je 30 seconden om dat e-mailadres van je bezoeker binnen te halen. Dat praatje van die verkoper eigenlijk in die showroom bij die dealer wordt nu online gedaan per e-mail. Zorg er dus voor dat jouw online platform iets aanbiedt van waarde voor de bezoeker in ruil voor zijn e-mailadres. Bijvoorbeeld een gratis online training, of een checklist, of een werkboek. En de laatste 3 in die 3-30-3 regel, die staat voor een uitzonderlijk geval. Het geval waarin jouw bezoeker 3 minuten op jouw website blijft hangen en gaat lezen. En zoals gezegd gebeurt het niet vaak en bovendien moet het e-mailadres daarvoor al in die 30 seconden binnen zijn gehaald. En gebruik in ieder geval ook niet de term nieuwsbrief, want dat associëren we met spam. Bied iets aan van waarde. Zorg dat het binnenhalen van dat e-mailadres jouw hoofddoel wordt van jouw online platform. En dan nog een bonus tip. Ruil je website in voor een professioneel, alles-in-één online bedrijf. Ga niet eindeloos zelf werken aan je website. Vergelijk het maar met kantoorruimte. Die bouw je ook niet zelf. Daar huur je iets wat voorzien is van de juiste infrastructuur. Iets waar je direct in kan. Je computer aan de stroom, in de wifi en aan de slag. En wat doen we met een website? Dan gaan we massaal zelf aan het klussen. Want ja, WordPress is gratis en dat moeten we vooral gratis geld niet laten liggen. Denken we. Of we besteden het uit aan een neefje van 16. Maar dat zie je. En dat kost jou die eerste 3 seconden dat iemand afhaakt en nooit meer terugkomt. En bekijk het dus vanuit je eigen professie. Ben jij een life coach? Of heb je een life coach nodig? Hoe ver kom je met een zelfhulpboek? En sterker nog, hoe ver kom je met je neefje van 16? Die gaat je echt niet redden. Als jij jezelf als professional in de markt wil zetten, huur dan ook een professional in die jouw online bedrijf realiseert. Als kennisondernemer heb je namelijk niet een website nodig, je hebt een online bedrijf nodig. Toen ik in 2014 begon met online ondernemen, stapte ik ook in de valkuil van website, kwam erachter dat ik helemaal geen totaaloplossing voor online ondernemers was. Dus ontwikkelden we die zelf. Een samenwerking met webdevelopers, designers, online marketeers leidde al met al tot het Koobly platform, een instapklaar online bedrijf. Dus stel je bent coach, je hebt van je offline dienstverlening een online product gemaakt, dan heeft het platform alles wat je nodig hebt. Dus de voorkant voor het e-mailadres, je
je verkooppagina, je landingspagina, je blog en je podcast. De achterkant met je facturatie, je shop, je leermanagement systeem, je forum voor je klantcontact. Alles zit erop. En je denkt je nu, jeetje, die sprong lijkt mij te groot, zo van offline naar online. Hebben we speciaal voor jou het traject Koobly Online. Met dit traject helpen we jou persoonlijk en intensief 30 dagen lang. Oftewel, iedere werkdag werken we een uur samen aan jouw platform, zodat je ook daadwerkelijk je online bedrijf binnen deze 30 dagen lanceert. Met als resultaat dat jij je kunt focussen op datgene waar jij goed in bent, het helpen van jouw klanten. Achter de schermen helpen wij jou. En deze aflevering ging niet alleen over simpeler online ondernemen, maar ook over winstgevender online ondernemen. En daarom zit er als bonus bij het Koobly Online traject de complete online training, de Cloud Company Sales Formula. Deze verkooptraining is jouw brug tussen het ouderwets koffiedrinken en een volledig geautomatiseerde Evergreen verkoopfunnel. Dus wil jij leren hoe je niet alleen meer, maar vooral de juiste mensen aantrekt, hoe je hiermee een online afspraak maakt, hoe je deze vervolgens binnenhaalt als klant, dan is deze bonus perfect voor jou. Zodat je daadwerkelijker, simpeler en winstgevender gaat online ondernemen. Meer weten over Koobly Online en het samen implementeren en realiseren van je online bedrijf, inclusief die verkoopformule, ga naar koobly.com/online. Het Koobly team en de Koobly Certified Professionals staan voor je klaar en staan te popelen om ook met jou aan de slag te gaan. Onderneem jij al online? Heb je al een gesystematiseerde manier voor jou in het werk, zodat je bezoekers aantrekt en binnenhaalt als klant? Ik lees graag je reactie door het plaatsen van je comments onder deze video. Dank voor het kijken en luisteren van deze complete aflevering. Wil je ook de wereld een stukje mooier maken vanuit je eigen betekenisvolle en winstgevende online bedrijf? Deel dan deze aflevering met je vrienden en bekenden. Want wanneer jij deze aflevering interessant vond, vinden zij dat vast ook. Dus deel alsjeblieft via je social media kanalen. Zo kunnen we samen als ondernemers een rimpeleffect creëren in de wereld met positieve impact. Koobly TV en de Koobly Podcast is er voor jou. Om jou te helpen op jouw ondernemersreis richting vrijheid. Dus heb je vragen? Stuur je mail naar support@koobly.com en wellicht gebruiken we jouw vraag als onderwerp in een volgende aflevering. En wil je geen enkele aflevering missen, een wekelijkse dosis krachtvoer? Meld je dan aan op koobly.com/updates. Ook ontvang je dan persoonlijke inzichten die ik exclusief deel met jou per mail. Tot slot nog een verzoek. Wanneer je deze aflevering waardeert, laat alsjeblieft een review achter op iTunes en een positieve. Dat stel ik op prijs. Zo kunnen we samen meer mensen bereiken en helpen op hun persoonlijke en op hun ondernemersreis. Bedankt en tot de volgende keer. Hi, ben jij er klaar voor jouw droombedrijf online te zetten? Ben je er eindelijk aan toe impact te maken met jouw kennis, vaardigheden en expertise? Goed zo. Wij staan voor jou klaar om jou te helpen. Start nu. Ga naar koobly.com/onlinebusiness. Koobly TV en de Koobly Podcast is powered by Koobly. Is een productie van Johan Brouwer.